de maatstaat voor het faciliteren van die maritieme ontwikkeling in Suriname. Je hebt inderdaad verschillende modaliteiten om meer cargo aan te trekken in het land. Het gebeurt natuurlijk met de schepen. Dat je dus inderdaad, dat is een van de methoden. Dus, want wat je wil hebben is dat bedrijven gaan produceren. En je zou dus dan speciale faciliteiten kunnen creëren voor bedrijven in een free zone, waarbij ze dus eigenlijk op een concurrerende manier kunnen produceren. Maar om een free zone te hebben, is het nodig dat er de randvoorwaarden in orde moeten zijn. En dat zeker aan het begin dat de maritieme autoriteit staat voor Facilitating Maritime Development. En een van die belangrijke voorwaarden is dat je een veilige waterweg moet hebben. Je moet een kwalitatieve waterweg hebben, je moet een kwalitatieve infrastructuur hebben. Want de goederen die geproduceerd gaan worden, die worden aangeleverd via de waterweg. Via in dit geval de Suriname rivier of de Nikkeri rivier, zoals ze moeten aangevoerd worden. En dan moet die rivier voldoende diepte hebben, zodat men een bepaalde volume kan vervoeren. Want als je die hoeveelheid niet hebt, die diepgang niet hebt, dan is er geen concurrentievoordeel voor zo'n bedrijf. Eigenlijk iets wat dat bedrijf trekt naar Suriname, naar jouw land. Natuurlijk moeten er veel meer voorwaarden zijn. Maar een van de, ik zou zeggen, die cruciale voorwaarden. Want al heb je al het andere goed, at the end of the day moet er vervoer aan te pas komen, te water. En dan gaat de vraag zijn, maar hoeveel kan ik per eenheid vervoeren? En daarvoor is het dus nodig dat je de rivier moet baggeren. En ik kan aangeven dat we op dit moment is het baggerproject gaande, waarbij de regering heeft een contract getekend. En op dit moment is 60% van het traject is eigenlijk al op die diepte die we in de eerste fase willen bereiken. Dat is die 4,5 meter chartdatum. En die 4,5 meter chartdatum geeft ons dan een diepgang van rond 7,3 meter bij springtij. En dat betekent een heleboel, is een hele grote verbetering voor de scheepvaart. En van hieruit wil ik ook het bedrijfsleven uitnodigen om daarvan gebruik te maken. Want het is heel belangrijk, van als je die diepgang is er, dan moet je ervan gebruik maken. En in dat plaatje past dus inderdaad zo'n free zone. Maar behalve die free zone heb je dus gewoon dat bedrijven meer kunnen produceren, meer zaken kunnen doen. Hun kosten kunnen omlaag gaan vanwege het feit dat ze per tijdseenheid een grotere volume kunnen vervoeren. De tweede fase waar we gaan, want ik gaf aan, om te produceren heb je dus die randvoorwaarden. Dus het baggeren van die rivier is belangrijk. Fase 1 ronden we december af en dat wordt dan per 1 januari geïmplementeerd, die nieuwe diepgang. En dan moet er we eind 2022, dus als de regering dat inderdaad helemaal afrondt, dan moeten we een andere diepgang bereiken. Dat is dan nog een extra 1 meter moeten we bereiken. Want nu gaan we naar 4,5 en dan gaan we naar 5,5. En dan hebben we dus eigenlijk eind 2022 hebben we dan een diepgang van 8,3 meter in de Suriname rivier. En ik moet zeggen dat op dit moment alle bedrijven, met name de offshore oil en gas, zij kijken ernaar, want ze zeggen van jongens, met deze diepgangen kunnen we inderdaad onze business verplaatsen van de andere landen naar Suriname. En eigenlijk heeft u daar dus uw antwoord eigenlijk. Van, want wat je wil is dat je bedrijven gaat aantrekken. Toch? Dat je moet een pull factor hebben. Een pull factor waarbij je zegt van luister, kom naar mijn land. Ik heb goede condities en daarom ziet u dat men naar Dubai komt. Men komt hier investeren omdat die voorwaarden zijn er. Dus in dat kader, dus nogmaals ik herhaal, dus per 1 januari hebben we een diepgang van 7,3 meter bij hoogwater. En eind december 2022 dan hebben we van 8,3. En dan is de volgende stap dat we dus inderdaad weer studies moeten maken en kijken wat wordt die volgende diepgang. Want willen we inderdaad die internationale bedrijven aantrekken, dan moeten we inderdaad een competitieve diepgang kunnen aanbieden. Dus we moeten verder gaan. En los van internationale bedrijven aantrekken, gewoon die productie in Suriname stimuleren. Want dan kunnen onze ondernemers goedkoper produceren, waardoor ze beter kunnen concurreren met hun buitenlandse counterparts.
Mi no kon luku sanja. Mi kon ya ftegi den sma. Mi kon ftegi den takiere nostra nan wan du sak. Lek fa president tak SD. Na daro mek u kon ya so ftegi den sma tak israna opo fu du sak. En lek fa president tak en mas na unu abi a frantwortu fu sorgu tak den laisam kon fu du sak. Tak I kan chade na wan bun fasi ko ina kondire. Tak ano te e charen kon da ay lati da boto e fasi ala sort problema ye kisi. De dat u kon ftegi gron tapo en engelak na ano Dubai wan ma ala presi pe president e go pe agiva o kasi da u wan da pe ouk tu fu gi aboskopu fu tegi den sma di wan du sak. De ab de moni de luku tak pe mi kan du wan sak moro. Da we te e tak luku ikan kon asranan. Kan di ibeyere tak wa wan problem na nga liba, ma a problem dat los op. En yo mus tegi unu sort dipi I wan aliba de. Da if we tegi u dati we yere na trasma, da we luku fa we dipa aliba gomoro fara. Dus dat na abadulen fa konf mi jaso, taki we kon, we tak na nga den businessman, lek fa a presidente giwa ruimte, da we tak nga den sma fu gida boskopu, tak kon asrana kondu sak. Nang asranang en nang asranamang mek akondre kan go na fesi. Yap wan san sa we kari wan logistika keten. Dat wan taki te bay wan sani. Lek da monte ka forbeeld, kote ka forbeeld fu aardappel. I bestela aardappel. Ma a aardappel kote ka ook moto na bakra kondre fu konayu. Da ay prani wan presi. To? Dat de amans apranen, a land apranen, man apranen. Oké, okay. Dan nou amand dat die, ou de kenkan de wan pchin krooi wagi, da ou charen ga wan maxin. Da charen go na maxin, da wan truk o kon teken. A truk dat die in payen. A truk dat anang a watra ay rey nang a oli. Dus je zie, in begin tel den koste, so sa sane begin nang a den koste sa apranen man meki. Oké, okay, da je kon begin ki sa transport. Ay go in a truk, A truck man dat hij oreen chagawan moro bigi bedrijf. A bigi bedrijf dat hij nou, a ben a goin wan maxin of de odreen sa do dan a ptata a aardappel. Da a goin container nou. Da ta goin a container nou. Da a container dat hij abi wan kostu baka. A container o gawan half an up wan kostu. En dan nou a container dat o gawan boto. Ye si? A boto dat impaya, a boto dat ooktu. En de aboto dat die of varen. En kan de ano varen rechtstreeks kon nasranang. A go na wan to tra haven fos adoro nasranang. Maar sa ye kisi nou. Da ye staki na omen kostu de. Dus a preis fu wan sani. Te yo tak van. Ewe a aardappel kondiri. Regerem sakawa a preis. Maar dat no man. Om dat al a kostu e begin a pasane prani. Nang ala den tras masam du wan sani. Da na so a kostu fasane bou. Ki masam samoro fara. En dat hoort daartoe bij je dat de containerprijs bijna akon heem om en maal. Pa container bij de toedoen zo nou nou bijna door 17.000 voor een container. Samsa, a her COVID, en dat nou was aan die agersie om eens maar even vergeten. COVID, behalve dat is maar een ziekje, a chari wan her probleem na in de economie. Dat je want haven en tapu, sipi no ma waka, dan nou die economie begin op baka, dan nou, Lek sa ou si ja wan tewe luku sranan, da sranan na wan chimpisi nomo na her gron tapu. Ma ou si ja sa ou konja na omen sipi e si wan tron. En efi ibe gomoro na ube gase, da yo si omen sipi de baka makandra in rey fu konja. En sa ipsa nou, efa hafan tapu. En want omen kondre danga koufe na onlanga den hafan tapu. En da sa ipsa nou, I abu omen lai, santana bepaal da kondre de noman kon. Dan nou daardoor a prijs voor tjaden zijn die komoro diri. En hij noemt een haven dat we karen dan gaan moeilijk woord congestie. Toch? En dat meki, if you know, ik tak wel luken naar sanf media, mi wan tjaren hesesi. Da amasa I tjaren gie tak hieren, no, ino pa I to doen zo nou, yo pa I tien doen zo. Gat container. En de amoni dat I nou, hij bereken door goe ni a prijs. En dat ja kondoro na yu tafrate goe na winkri dat je tak, we... A winkri man, a man, a mai opa preis ala dei. Ma anu a winkri man, dus yabi tusane play one role. Toch? Yabi a world weight. Saip salon tu grontapu na dat e bepaal a preis uiteindelijk. Toch? Netelijk fout taki. Yo,
mexan ina insra nam seri mate yo mekas nam seri insra nam ya bi wan kostu ena kostu fifi ma seri na wan trakondre da a kostu fi um lagi moro du fa trakondre do na so asani euro ko sa no wan insra na a no wan eiland dat na wan san sa den lukumana nga de arke mamos bakre dus dat na den sani sa emeketak den pres e komoro hi